Goedemorgen allemaal, welkom bij de tweede dag van de Kimya's Blij Met Je Leeftijd cadeautjes. Dit is Jolanda en vandaag ben ik aan de beurt. Freddy en ik hebben het een beetje in tientallen verdeeld, de leeftijden. En ik dacht van, 20, 21, superleuk. In mijn tijd was je pas op 21 volwassen, maar dat is natuurlijk inmiddels al veranderd naar 18. Voor zover ik weet mag je wel officieel drinken als je 21 bent. In de kroeg of in de club of waar dan ook. Dus ik dacht van, ik doe 21. Nou, ik heb er een wijnflesje aangehangen. En het is een doosje met een pop-op gedeelte. Dus ik zal hem even een beetje schuin houden. En dan, als je het laadje uittrekt, dan komt het pop-op gedeelte komt omhoog. Nou, heb ik daarin gedaan. Een dropshot. Volgens mij vinden de jongelui dat wel lekker. Een aantal dropjes. Nou, dit moeten harlekijntjes voorstellen. Maar ze zijn heftig misvormd. En dan heb ik binnenin nog Happy Birthday gestempeld. Daar kan je natuurlijk van alles in doen. Je kan het voor alle gelegenheden gebruiken. Hoeft natuurlijk niet alleen voor een verjaardag. En je doet het laadje dicht. En het pop-up gedeelte klapt weer naar beneden. Nou, wat heb je hiervoor nodig? We beginnen even met gereedschap. Je snij- en rilbord. Vouwbeen, schaar, liniaal, potlood. Tape en eventueel lijm. Ik gebruik de Dutch Doobie Doo lijm. Maar je kan ook, ik heb het in een klein flesje gedaan omdat ik dat handiger doseren vind. Verder heb je nodig uit je pakket. Dan zal ik heel even kijken waar ik het gelaten heb. Een blad kraftpapier. Er zitten er 3 in. Stickertje. En het wijnflesje. En een stukje van het organza lint. Je hebt een halve meter in het pakket zitten. Je hebt voor dit project 15 centimeter nodig. Dus je houdt nog het een en ander over. Verder heb ik gebruikt, zeg maar voor de versie die je hier ziet, een beetje de damesversie, heb ik gebruikt het papier van Mintai Berrylicious. Het ziet er niet uit, want aan de achterkant zit een knipvel. Dus ik heb al een beetje geknipt erin. Vrolijk papiertje met heel veel mogelijkheden. En voor de mannenversie ga ik papier gebruiken van Reprint. En dat heet de Star Collection. En daar zaten, ja, ik vond dit wel leuk. Met die petjes en stropdasjes, koffie. En dan aan de andere kant sterretjes. En er zit ook nog een beetje dat jeansblauw in. En nog meer sterretjes. Zoals jullie zien heb ik het al gebruikt. En er zit ook nog een ruitje. Met nog weer sterretjes met een landkaart erop. Ook weer sterretjes met hout. En nog wat labeltjes en plaatjes. Oké. Goed. Dan gaan we beginnen. We beginnen met dat A4'tje. Dan heb je even nodig je snij- en je rilbord. Dan ga je een stuk afsnijden. 15 bij 17 centimeter. En die restantjes die eraf komen, die bewaar je, want die heb je straks weer nodig. Oh, dat is de riller. En dan gaan we rillen aan alle vier de kanten.
op 2 centimeter en op 4 centimeter. Dat kan je achter elkaar doen, maar ik doe het even per keer, want ik vind dat... Oh, en dan moet ik wel gaan rillen en niet gaan snijden. Komt nog eens, we gaan nog een stuk inknippen daar, dus dat komt goed. Maar rillen dus. Gebeurt me nooit. Oh, dat gebeurt me zo vaak dat ik de verkeerde pak. Soms dan trek ik hem er gewoon maar even uit. Om die vergissing niet te begaan. En ik blaas dat snijmes en dat rilletje, dat heb ik gewisseld van plek. Ik denk, dan ga ik me minder vaak vergissen. Maar ook dat is niet. Oké, op 2. En dan vervolgens gaan we op 4. Zo, dan kan het snijding even apart gelegd worden. Dan gaan we even de randen omvouwen. We moeten straks wat knippen en ik vind het zelf handiger als dan er een vouw in zit. Kijk, je kan natuurlijk ook zeggen van ik knip als de vouw er nog niet in zit. Dat is maar net wat jouw persoonlijke voorkeur is. Dus voor het laadje. Dan heb ik even een klein templateje gemaakt. Deze. Zo gaat het er dus uitzien. Dus we gaan het een en ander wegknippen. Wat belangrijk is, is dat je hebt een wat kortere zijde en wat langere zijde. Dat de flapjes, om hem in elkaar te plakken, aan de lange zijde komen. Want anders komen we straks in de knoop. Met het stukje lint wat we hier aan vast gaan maken. Want dat maken we vast aan de korte kant. En dan kom je met een van die bevestigingsstrookjes kom je in de knoop. Goed. Dus we willen ze aan de lange kant hebben. Even de schijf. Knip je tot de tweede vouwlijn. Deze knippen we er in het geheel af. En deze ook. Dus dan zit hij, zoals je ziet, aan de lange kant. Vervolgens gaan we er even een klein stukje afknippen. Omdat het dan zeg maar mooie invouwt. En aan deze kant knip ik er wat meer af. Want dit wordt er ook nog ingevouwen. En dan past hij wat makkelijker. Dus ook aan deze kant weer. Deze ook helemaal door. Deze ook. Knippen we los. En we knippen het kleintje eraf. Een stukje eruit. En aan de bovenkant iets schuiner. Deze, die knippen we ook wat schuin. Dat valt straks gewoon mooier. Weer hetzelfde. Draai hem even om. Aan de lange kant. Ging bijna verkeerd, zagen jullie het? Dat komt omdat ik met een gewoon doosje gewend ben om het om en om te doen. Is het hele eieren eten. De bovenkant iets langer eraf. Hier een klein stukje. Ook die buitenste flappen.
en de laatste. Zo. Bovenkant wat langer. Wat minder. Ook nog hier. En hier. Oké. Deze even wegdoen. Vervolgens klapt dat doosje strakjes zo in elkaar. Nou, gaan we van die flapjes ook nog een klein stukje afhalen, want anders past dat niet mooi. Dus wat je kan doen is, je kan het met de hand eraf knippen. Maar je kan het ook even onder de snijmachine leggen. Nou, ik leg hem er even op. Het is net maar een paar millimeter. Dus ik leg hem over het tweede randje heen. Het tweede bobbeltje heen. En dan hebben we er iets van een millimetertje af of zo. Maar dat vind ik dan een mooie leidraad. Stukjes weg. Nou, voordat we hem dan in elkaar gaan zetten, gaan we eerst deze eraan vastmaken, want kijk, dan kan je zo mooi wegwerken. Dus dan neem je een stukje organza lint van 15 centimeter. Ik had al een stukje afgeknipt, maar Joost mag weten waar die gebleven is. Van 15 centimeter ongeveer. En dan gaan we dat hier aan vastmaken. Dus wat we doen is, we plakken daar een stukje tape. En ik heb de, ik denk de 3 mm tape. Nee, de 6 mm tape natuurlijk. 3 mm is een stuk kleiner. Dus dan doe je daar ongeveer op het midden. Nou, plak je een stukje tape. Nou, ik ben team knip. Dus ik ga even een van de schaartjes opzoeken waar ik dat tape altijd mee knip. Dan zal je zien dat ik dat nu niet zie. Dus dan doe ik het maar even met het gewone schaartje. En dan haal ik dat tapeje er even af. Ik heb allemaal mijn gereedschap misplaatst, zie ik. Dus ja, dan kan ik weer niks vinden. Maar goed, dat geeft niet. We hebben hier ook nog zo'n haakje. En dan plakken we ene kant ongeveer in het midden overheen en dan doen we even rond en dan plakken we deze hier zo en dan heb je hier het trekkoordje. Wat je kan doen is dat je hier eerst een stukje designpapier op plakt, maar ik heb gemerkt dat het niet echt heel veel uitmaakt hoe je dat doet. Je kan het gewoon later ook nog plakken. Nou, dan gaan we het doosje in elkaar zetten. Ja, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Dat kan je met lijm doen of met tape. Nou, ik doe de flapjes doe ik met lijm. En wat er hier zo overheen komt, dat ga ik met tape doen. Dus ik ga op al die flappen ga ik tape plakken. En doe ik aan de onderkant.
worstel altijd met die roll tape. Ik vind het altijd zo onhandig om vast te houden, maar als je hem zo een beetje neerlegt, dan komt dat wel goed. Dus dat doe ik aan de onderkant, bij de vouwrand. En aan de bovenkant. Alle vier de kanten. Het is hier een beetje bewolkt vandaag. Het is jammer, want we hebben 2 dagen lekker zonnetje gehad. Dus hopelijk gaat de zon nog een beetje schijnen. Dus even kijken of ik nog in beeld ben. Altijd even lastig als je bezig bent. Maar volgens mij zit ik nog goed. Zo. Oké. Even een beetje aanduwen met het vouwbeen. Maak het dan strakjes wat makkelijker eraf halen. Nou, dan pak ik even mijn lijm. En dan ga ik dat eerst even. Natuurlijk zit hij weer verstopt. Nooit geluk met die lijmflesjes. Nu heb ik even een andere soort. Misschien dat die beter zijn. Of beter werken voor mij. Maar ik laat hem gewoon te lang openstaan. Okay. Zo. En dan plak je dat even. Oh. Even vasthouden. Omdat hier zeg maar dat stukje dat stukje organza lint zit. Aan deze kant. Goed, nogmaals, dit kan je ook met tape doen. Dan zit het gelijk vast. Oh. Zie je, je bent te ongeduldig. Even een beetje vasthouden. Op deze allebei even wat. Ja, nou zit hij wel vast. Ene en dan de andere. En vouw je gewoon op het lijntje. Deze ook op het lijntje. Aanduwen met het vouwbeen. Zo. Zo. Oké. Dan gaan we vervolgens die flappen gaan we naar binnen plakken. Even open. Als je het zo kunnen zien. Dus dan halen we je tapeje eraf. Nou, ik heb er echt geen zin in vandaag. Ik ga het even met mijn vingers proberen, maar ik heb geen nagels. Dus op mijn lieten heb ik zo'n piktool. En dan vouw ik hem zo naar binnen. Nog even een beetje met het vouwbeen. Zo. En dat doe je met alle 4 de kanten.
eens even wat anders pakken, want dit is dramatisch. Oké. Laat even kijken, want moet ik nog ergens een pincet hebben. Want wat gaat waarschijnlijk wat beter. Ja. Kijk eens aan. Beginnetje even hebt, dan kan je de rest gaat makkelijk zelf. Even weghalen. Deze ook. Mijn lijmflesje weer dicht doen, want anders gaat het niet goed. En dan heb je je basis, dus het uittrekbakje, heb je nu klaar. Ik kan nog even een beetje. Dan gaan we vervolgens de omslag maken. Nou, je hebt natuurlijk een heleboel spullen nog over. Van je kaartstok. Dus dan pak je dit stuk. En dat gaan we snijden op 9,4. Dus 9,4. Over de lange kant. Deze bewaar je. Bij 19,4. Klein stukje kan je bewaren. Misschien kan je er nog een labeltje van maken. En dat gaan we vervolgens rillen op 1 centimeter. Rillen op 1 centimeter. Ik draai hem even om, want dan gaan we rillen op 3,1. En op 12,3. Dus we hebben gedeeld op 1 centimeter, 3,1, 10,2 en op 12,3. Mag dat rilbord weer even weg. Dan gaan we deze even omvouwen. En dit wordt dan je omslag. Nou moeten we hier, kijk als jullie goed kijken, dan zit hier een opening om dat schuifje zeg maar te realiseren. Dus wat we gaan doen is, we gaan eerst een stukje designpapier hierop plakken en dan gaan we die opening maken. Deze is groot 7. Bij 9,4. Dus ik ga een stukje designpapier afsnijden van 6,8 bij 9,2. En dan doe ik met die petjes. Nou, maak.
Ja, die brilletjes staan op deze kant leuker. Dus 6,8 bij 9,2. En dat plak je even vast met lijm of tape, wat jij maar wil. Even kijken wat is mooier. Het maakt niet echt veel uit. Dus ik ga hem gewoon hierop plakken. En ik doe dat met een beetje lijm. En als er dan straks nog iets los zit na het snijden van, van die schuif, dan kan ik dat altijd nog even vastplakken. Dan laat ik dat heel even droog. Je kan eventueel, als je dat wil, kan je ook nog de rest beplakken. Terwijl dit droog. Oké. Vervolgens gaan we een opening maken van 7 centimeter lang en 2 centimeter breed. 2,5 centimeter breed. En dat ga ik even aan de binnenkant doen, want ik ga dat uitknippen. Heb jij toevallig een stans die die maat is, dan is dat natuurlijk gewoon perfect. Dus we gaan hem maken 2,5 breed en 7 centimeter lang. Dus dan ga ik heel even kijken. Dit was 9,4 centimeter. Minus 7 is 2,2. Dus dat betekent dat je 1,1 centimeter van de bovenkant en de onderkant afzet. En dan bij deze ook. Kijk, omdat dit binnenkant is, maakt het niet uit. Dus ik trek hier gewoon even een lijntje. Deze is een beetje scheef, zie ik hier nu. Nameten. Ja, dat kan kloppen. Dat is niet helemaal oké aan die kant. Dus dan meet ik hem nog even een keertje uit. Ja, dat zou toch aardig moeten kloppen. 1,1. 1,1. Oké, goed. Is dan optisch gezichtsbedrog. Vervolgens gaan we hier 2,5 centimeter van afhalen van die 7. Dus dan komen we uit aan 4,5. Dus dat is 2 en nog een klein beetje aan elke kant. Dus ik doe hem dan 2 en dan tussen de 2 en de 3. Kant. Zie je, en dan is die ongeveer 2,5. Ik draai hem even om. Het werkt toch wat handiger. 3.
Kijk, als die 1 mm verkeerd zit, dan is dat allemaal niet zo'n drama. En ook daar trek ik even die hulplijntjes. Het zit aan de binnenkant, dus je ziet er niks van. Ik meet hem nog even na. Het moest 2,5 zijn. Maar daar is die ook. Hier is die iets breder. Zo. Zie je? Dit stuk is overal 2,5. Dan gaan we dit stuk gaan we eruit halen. Dat kan je natuurlijk snijden. Je kan het knippen. Ik ben van de knip. Dan maar als jij liever snijdt, dan kan dat natuurlijk ook. Zo, hier wat ruimte. En daarom doe ik dit aan de binnenkant. Want weet je, dan maakt het niet uit dat hier die lijnen staan. Want dan zie je uiteindelijk... Zie je daar helemaal niks meer van? Zo. Het is even een gefrummel. Maar dan heb je hem ook. Dan even nameten. Hier moet nog een stukje uit, zie ik. Want het schuifje wat erin komt is 2,3. Dus dan heb je aan allebei de kanten heb je 3 mm. Zo. Nu kunnen we het doosje in elkaar zetten. Dus dat betekent... Op deze kant wat tape. Even kijken waar ik mijn tape heb gelaten. Hier. Even af. En vervolgens... Plak je deze op het randje. Kijk eens aan. Dan hebben we de omslag. Even controleren of het doosje er wel in past. Ja, het doosje past erin. Goed. Nou, dan gaan we het schuifje maken. En voor dat schuifje hebben we nodig een stukje van... 12,3 bij 2,3. Nou, dan had je dat stukje over, want dat hebben we net een keertje afgesneden. Dat gaan we dan afsnijden op 2,3. De andere. Zou je eventueel kunnen bewaren bij 12,3. Nou, deze kan wel weg. En dat stukje dat gaan we rillen op 0,7. Op 4,7. Dus dan draaien we even om. En op 10,9. Dus we hebben hem gerild op 0,7, 4,7, 8,7 en 10,9.
dit hele kleine flapje hier vouwen naar voren. De rest vouwen naar achteren. En dan gaan we dat vastmaken in dat doosje. Dit kleine stukje komt hieronder. En dat maak je dan net even iets voor die rillijn vast. Want hij moet de mogelijkheid krijgen om te buigen. Dat kan met een stukje tape. We hebben dat hele smalle tape, 3 mm tape. Of je kan het even met een beetje lijm doen. Ik pak een beetje lijm. Dus dan pak je hem even beet en dan doe je hem voor de rillijn. Controleer je even of die klapt. Want ja, het zou zonde zijn. En een beetje in het midden. Je hebt, zoals je ziet, aan beide kanten die millimeter ruimte. Vervolgens doen we dat doosje er even in. De schuifkant gaat aan de kant die we net hebben vastgemaakt. Dan halen we deze even hierdoor. Schuiven we dat doosje even. Zo. En dan komt deze. Die komt zo onder het doosje. Vastgelijmd. Dus wat je dan doet, is dan draai je het even doosje om. En aan deze kant doe je tape of een beetje lijm of lijm en tape. Want je moet een klein beetje kunnen schuiven, want je moet hem erin kunnen schuiven. En dan schuif je hem er zo in. En dan doe je even met je vouwbenen ertussen. Dan plak je hem op deze manier. Plak je hem aan de onderkant. Zien jullie? Van dat doosje. En dan vervolgens, als je dat doosje opentrekt, dan komt hij mee omhoog. Kijk, hoort nog hier aan vast. Moment. Dat je hier een stukje designpapier plakt, dan zit deze ook gelijk vast. Wil je hem gelijk vast hebben, dan moet je op deze kant ook een beetje lijm doen. Maar ik ga er even een stukje designpapier op plakken. Die zijkantjes die zijn 2 centimeter. Bij 7, dus dat wordt voor mij 1,8 breed en 6,8 lang. Dus dan nemen we deze. Dus 1,8 breed is die. En 6,8 lang. Voordat je papiertjes plakt, kan je natuurlijk ook nog distressen. Dus ik ga dit papiertje even hierop vastlijmen. Dat is de achterkant van dit papiertje. En dan zal je zien dat dit gelijk vast zit. Vind je dat vervelend en zeg je van nou, ik wil hem gelijk vast hebben, dan moet je hieronder dus ook nog een beetje lijm doen. Nou, vervolgens trek je hem eruit.
en trek je hem omhoog. Dan zat hierop nog een plaatje waar je dus wat iets op kan maken. En dan even kijken hoe breed dat is, want we hebben nog een stukje over. Dan gebruiken we dit stukje voor. En dan pak je gewoon de breedte die je hebt. Nou, dat is 5 en nog wat. En de lengte is dan 7 centimeter. Daar kan je dan nu al, als je wil, een stukje designpapier op plakken. Als je dat handig vindt. En die gaan we dan op dit deel plakken. En die komt dan ook weer een beetje boven dat schuifje, want hij moet die bewegingsvrijheid hebben. Dus dan hou je hem even omhoog, plak je hem iets in het midden. Ja. Je kan het uitmeten, maar je kan ook gewoon even zo kijken. En dan hou je hem zo even vast. Vervolgens doen we het laadje even dicht. Zie je? En dan zie je dat hij iets uitsteekt. Maar je hebt die ruimte wat nodig, want anders kan hij niet staan. En zoals je ziet zit hij aan de achterkant nu ook gewoon goed vast. Nou, ik zie dat de camera helemaal gezakt is. Ik hoop dat het in beeld is gebleven allemaal. Ik wens jullie heel veel maakplezier. En tot over 2 dagen. Dag, dag.